Hey en welkom bij een nieuw filmpje van mijn vlog. Vandaag laat ik zien waar ik werk, wat mijn werkplekken zijn en om te beginnen mijn drummel. Kom maar. Dit is mijn drumhok. Het is helemaal niet groot. Alles past net. En ik heb een uitgebreid Ludwig drumstel met Istanbul backings erop. En hier oefen ik mijn techniek, mijn noten lezen, mijn solo's. Natuurlijk met ook de octapet erbij. In februari doe ik bijvoorbeeld een auditie voor Berklee. Voor Berklee College of Music. Maar daar zal ik zo even verder over vertellen. En nou ja, dit is eigenlijk mijn eerste werkplek. Dit is mijn tweede werkplek. Het is een echt een mini studiootje. En hier doe ik voornamelijk piano spelen, zang en solfège. Want ik doe in februari auditie voor Berklee College of Music. Die auditie vindt plaats in Londen, dus dat is heel spannend. Nou, ik ga jullie echt niet vermoeien met mijn zingen. Dat kan ik namelijk echt niet. Maar ik ga wel even een klein stukje piano spelen, dat vind ik wel leuk. Iets heel anders. Even iets heel anders dan drummen, maar ik vind het wel heel erg leuk om te doen. Ik ben nog maar een halfjaartje bezig, dus ik hoop dat ik over 3-4 jaar het echt goed kan. Daarnaast produceer ik ook en ik zal even wat laten horen. Het is wel grappig, want dit soort dingen kan ik dus gewoon gebruiken voor de V-drums contest in april. Want ik kan alle geluidjes inladen in de SPD-SX. Dus ik zal het wel laten horen. Nou, dit is het volgende stukje. Oké, dat was het weer voor vandaag. Volgende keer ga ik wat dieper in op de SPD-SX. En wat ook wel leuk is, ik heb een afspraak met Michael Scheck over een aantal weken. Dat is de drummer van Netsky. En hij weet heel veel van de Roland V-drums. Dus ik kan echt alles aan hem vragen. Dus dat wordt volgens mij wel een heel leuk filmpje.